De supporters hadden het er al even over. Ja, natuurlijk, de klassieker. Die leefde als nood ervoor en zeggen, jammer, VVV er tussendoor zit. Jullie eerste heroptreden weer in de Kuip. Gelijk een live optreden. Ja, moet geweldig zijn. Ja, het is sowieso fantastisch. Je kan in het begin, hè? Nee, het is sowieso heel goed dat Feyenoord en RTV Rijnmond weer samenwerken. Goed dat we ook die live radiorechten weer terug hebben. Ja, maar dan, wat is het dan leuker om Feyenoord Ajax te gaan verslaan. Ja. Maar laten we wel zeggen, succes verslaan is altijd leuker en makkelijker dan negativisme verslaan. Klopt. Ook wij zijn wel afhankelijk van het resultaat. Dat is echt waar. Luisteraars zijn boos op ons als Feyenoord verliest en we doen ons werk. Ze zijn blij met ons als Feyenoord wint en we doen gewoon ons werk. Dat hoort bij de emotie rondom die mooie club. Ja, een fantastische rentree ook voor ons. Maar het gaat om die wedstrijd. En die gaan we met heel veel passie en bevlogenheid volgen zondagmiddag. Ja, wedstrijd helemaal bomvol, uitverkocht. Wat verwacht jij ervan? Ja, na VVV. Ajax zonder Alderwereld. Die is geblesseerd. Dat scheelt een beetje. Hopen dat Ooyen mee gaat doen. Die vind ik niet meer zo wendbaar. Ja, en kijk, als Guidetti erbij is en laten we daar maar gewoon van uitgaan, dan ben je wel aantoonbaar sterker dan in Venlo. Ja, en dan moet je hopen dat ook een jongen als Mokotjo in gaat zien dat hij in wedstrijden moet excelleren en niet alleen op trainingen. Ja, dan kan dit een prachtige clash worden. En Ajax is zeker niet in grote doen. Maar laten we niet te veel naar Ajax kijken. Ook Feyenoord zal aanzienlijk beter moeten zijn dan zondag in Venlo. Ja, maar dan toch nog eventjes tot slot op Ajax terugkomend. Ze pakken wel een punt bij AZ. Geeft hun ook weer hoop om mee te blijven? Nou ja, ze zijn erg slecht begonnen met dat bekerpotje van de week in die gekke halfgevulde arena tegen AZ. In Alkmaar ging het beter. Maar ja, dit blijft, ja, ik ga nu in clichés vervallen. Maar clichés zijn ook waakwaai. Dit zijn natuurlijk bijzondere wedstrijden. De enige echte klassieker van Nederland die in Rotterdam altijd meer leeft dan in Amsterdam. Dus de sfeer zal fantastisch zijn. Ik hoop ook een beetje op een jongen als Cabral. Hè. Die heeft veel kritiek gekregen van zijn trainer. Dit is nou bij uitstek een wedstrijd waarin Cabral moet opstaan en laten zien dat hij wel degelijk structureel van toegevoegde waarde is. Alle ballen op Cabral zondag.